Mevrouw de voorzitter, genoeg is genoeg. Miljoenen mensen in dit mooie land zijn het spuugzat en ik ga u vertellen waarom. Heel veel mensen stuurden ons hun verhaal toe. En een aantal van die verhalen ga ik voorlezen. Daar ga ik mijn termijn voor gebruiken. Verhalen die u niet in de krant leest. Waar de minister-president niet over spreekt. Waar het COA over zwijgt. Het verhaal van de gewone mensen, de gewone mensen in Nederland. En ik begin, mevrouw de voorzitter, met een bericht van een vrouw van 80. Die zegt, dag Geert, ik ben 80 jaar oud. Ik heb één dag geholpen in de Amerika-hal in Apeldoorn. Maar nooit weer. De asielzoekers trappen naar rotzooi. Als ze een jek krijgen als tweede jas, niet van nieuw te onderscheiden, dan is het no, not new. Ze hebben een grote bek, ze hebben commentaar op het eten en ze krijgen in één keer net zoveel vlees als ik in een week krijg en ze gooien alles weg. Een meneer uit Oude Pekela, mevrouw de voorzitter, zegt hier bij ons in Oude Pekela heel veel overlast. Dronken asielzoekers vallen regelmatig jonge kinderen lastig. Jonge meisjes worden onzedelijk betast en ze staan in het openbaar hun behoefte te doen. Voorzitter, het viel te verwachten. Er is een nieuwe traditie van de heer Wilders. Hij begint met lijstjes, dus ik heb ook een lijstje vandaag. Bestorming en vuurwerkbommen in Woerden. Hakenkruizen en white power bij een AZC in Zuid-Laren. Hakenkruizen in Boelenslaan, Friesland. Eigen volk eerst en rot op in Voorst. Nee, AZC met een Davidster in Wezep. Eigen volk eerst in Brunsum. Een huis van een Syrisch gezin beklad in Deventer. Hakenkruis en refugees fuck you in Tolen. Voorzitter, ik ga deze incidenten niet in de schoenen schuiven van de heer Wilders. Ook al roept hij op tot verzet. Ik ga ook niet zeggen dat alle mensen en de achterban van de heer Wilders dat het racisten zijn. Helemaal niet. Dat zou te flauw zijn. Dit zijn namelijk incidenten. En de mensen die dit doen, moeten we keihard aanpakken. Net als vluchtelingen die rotzooi trappen. Maar om dan te doen alsof een hele groep van vluchtelingen of alle vluchtelingen criminelen zijn en mensen die rotzooi komen trappen, of als ik zou doen dat alle mensen die kritisch zijn op vluchtelingen racisten zijn, dat is allebei even erg en dat zou de heer Wilders niet moeten doen. Voorzitter, ik vertel de verhalen van normale Nederlanders die dit meemaken in hun wijk en ik ga daarmee door. Meneer Klaver, uit Arnhem. Voorzitter, het is mooi hoor, weer zo'n lijstje, gaat u vooral zo door, hip hip hoera. Zeker. Maar het punt is het volgende, u doet hiermee alsof al die vluchtelingen die zijn precies hetzelfde zijn. En u kunt toch ook aangeven dat dit de incidenten zijn. En u kunt toch ook aangeven dat de mensen die rotzooi trappen in Nederland, want daar zouden we het nog over eens kunnen worden ook, dat je die keihard moet aanpakken. Net als de racisten die hakenkruizen kladden. Die zijn van precies hetzelfde laken en pak. Die moeten toch allebei even hard gestraft worden. Dat is toch de oplossing die we zouden moeten zoeken. Want u kakelt veel, meneer Wilders. Maar leg een keer een ei. Hoe lossen we dit dan op? En dat betekent keihard bovenop zitten als er incidenten zijn. Mevrouw de voorzitter, een man uit Arnhem zegt, mijn twee dochters worden sinds een week regelmatig lastiggevallen door asielzoekers die hier in de koepel van Arnhem zitten. Wat kan ik ertegen doen? Help een bezorgde vader. Een mevrouw de voorzitter, een gehandicapte vrouw zegt, ik was afgelopen zondag in een supermarkt. Ik ben 63 jaar, ik rij door mijn ziekte op een scootmobiel in die supermarkt en er was een grote groep asieljongeren aanwezig. Drie van die gasten kwamen mijn kant oplopen en wilden dat ik voor ze opzij ging. Wat ik weigerde. En toen stak een van hen zijn middelvinger op en de ander maakte een snijbeweging langs zijn keel. Een van die knullen liep tegen mijn scootmobiel op, waardoor mijn spiegel naar binnen boog. Hij draaide zich om en kwam met opgestoken vuist mijn kant op. Nou, meneer Willers, ik kan u vertellen dat ik verstijfd zat te wachten op of er ging gebeuren. Ik ben maar snel omgedraaid en heb met grote spoed zonder mijn boodschappen de winkel verlaten. Meneer Roemer. Voorzitter, dat zijn voorvallen die verschrikkelijk zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar waarom gaf u de heer Klaver niet gewoon netjes antwoord? Het zijn incidenten die we moeten afwijzen, zoals dat aan beide kanten is. Door geen antwoord te geven, suggereert de heer Wilders dan dat het geen incidenten zijn en dat het dus iedereen dat doet? Het is geen incident, mevrouw de voorzitter. Ik heb bakken vol met dit soort zaken. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat alle asielzoekers dit doen. Maar wij importeren een cultuur. Wij importeren
een massa van islamitische immigratie. U zal het zo in andere voorbeelden zien van testosteronbommen. Ik heb het al een keer genoemd. Nou, de werkelijkheid van Nederlanders, van vrouwen in Nederland, die er last van hebben van die cultuur. We importeren mensen die hier niet willen integreren, die ons willen komen koloniseren. Dat is wat de werkelijkheid is en dat is mijn antwoord naar u. En als u het van mij niet wil aannemen, dan hopelijk luistert u een keer. Want dit soort verhalen, meneer Roemer, die zie je niet op televisie. Daar heeft de minister-president het niet over. Daar heeft u het ook nooit over. En deze mensen die moeten worden gehoord. En ik zal u dwingen om daarna te luisteren. Maar de voorzitter, wat ik allemaal hoor, kan ik beter zelf over vertellen. Wij horen ook alles. Omdat wij een partij zijn die in de wortels in de afdelingen zit. Dus we horen alles, we zien alles en we proberen dat te analyseren. Maar door het op zo'n manier te doen en geen antwoord te geven op een gewoon correcte vraag van een collega, suggereer je een heleboel. En dat is volgens mij wat we niet moeten doen. Ik probeer samen ook met u problemen op te lossen. In de straten, in de wijken. Zorgen dat mensen gehoord worden. Zorgen dat mensen inspraak krijgen als het er gaat. En zorgen dat mensen die over de scheef gaan aangepakt worden. Als dat nou de gezamenlijke boodschap is, dan komen we nog een stuk verder. Ja. Maar zo komen we geen meter verder. Nee. Nou, mevrouw de voorzitter, de heer Roemer is wel de laatste die voor een oplossing zorgt. De heer Roemer is een van de mensen die juist voor de problemen zorgt. De SP is een van die partijen, de heer Roemer en zijn collega mevrouw Gesthuizen voorop, die zeggen van kom er allemaal binnen. Hoe meer AZC's, hoe beter. Ik heb u net een poster laten zien uit Almere. Als u wilt, wil ik hem wel ronddelen. Hoor. Waar allemaal SP'ers stonden te roepen van kom maar. Meer asielzoekers, meer AZC's. U zorgt ervoor dat juist Nederland onveiliger wordt. Dat er meer mensen komen. En als je dan bent afgewezen, mevrouw de voorzitter, als asielzoeker en de rechter heeft gezegd je mag hier niet zijn, dan is het opnieuw de partij van de heer Roemer die zegt ook als je illegaal bent, gaan wij voor jou betalen dat je een opvang krijgt in plaats van dat u zegt, we knikkeren je allemaal het land uit. Dus uw partij, meneer Roemer, werkt niet aan een oplossing. U maakt het met de dag erger en daarom lopen de kiezers ook rennend en gillend bij u weg. Voorzitter, het is echt toch te triest voor woorden dat je hier een betoog houdt. En dat de heer Wilders dus gewoon niet naar 12 concrete voorstellen gaat luisteren, daar blijkbaar iets anders zit te doen en dan vervolgens hele andere verhalen op zit te houden. Als je namelijk verantwoordelijk bent voor het voeren van oorlog, dan moet je je ook verantwoordelijk voelen voor het oplossen van vluchtelingenstroom. Daar loopt u voor weg. Als er mensen in de samenleving zijn die inderdaad waar de emmer is overgelopen omdat ze inderdaad geen woning kunnen vinden, dan moet u ook zo eerlijk zijn te zeggen dat het uw beleid is geweest. Als mensen inderdaad zeggen dat ze niet meer rond kunnen komen, dan moet u ook zo eerlijk zijn dat het PVV-beleid is geweest om het sociaal minimum te verlagen. Ben dan ook zo eerlijk om dat soort dingen erbij te zeggen. Weet u, mevrouw de voorzitter, via u naar meneer Roemer, u bent de man van de open grenzen. U bent de man waardoor al die SP'ers zeggen, wat heb ik nog te zoeken bij die SP? In plaats van dat we die miljarden aan de zorg geven, in plaats dat de heer Roemer mij nou interrumpeert en zegt van meneer Wilders, zullen wij die grenzen sluiten en de pensioenen van de mensen en de zorg van de mensen eens gaan verbeteren. Het is ons geld. Het zijn onze mensen. Het zijn onze gepensioneerden wiens pensioen dadelijk niet eens kan worden geïndexeerd. Het zijn onze verzorgingshuizen die moeten sluiten. En in plaats van dat ik de heer Roemer aan mijn kant vind door te zeggen, laten we die grenzen sluiten en die miljarden besteden, omdat te doen, gaat hij mij aanvallen. Laat hij de grenzen openstaan. U zorgt ervoor dat er minder geld is voor de gepensioneerden in Nederland en dat er minder geld is voor de zorg in Nederland, want die asielzoekers gaan ons miljarden kosten. En bent u dan niet bevreemd als mensen zich niet meer in de SP herkennen? Mevrouw de voorzitter, de heer Wilders vindt mij aan mijn kant, aan zijn kant, als het gaat over verbetering van de zorg. Maar wij komen dan ook met concrete voorstellen om dat ook echt te doen. Waar hij mij niet aan zijn kant vindt, is wegkijken voor problemen in Europa, in de wereld, waar hij mede verantwoordelijk voor is. Waar hij ook mede voor gestemd heeft om oorlog en bommen te blijven gooien. Dan kun je niet wegkijken. En het is te simpel, meneer Wilders, om te veronderstellen dat grenzen zomaar dichtgegooid kunnen worden en er een hek omheen gebouwd kan worden. Het is te simpel om te denken dat wij zoveel agenten hebben om grenzen dicht te houden en over het hoofd te zien dat het een enorme stroom aan illegaliteit zou opleveren. Probeer de problemen die er echt zijn ook daadwerkelijk bij de bron op te lossen en niet mensen tegen elkaar op te zetten. Als wij hier voorzieningen willen verbeteren, dan had ik u graag aan mijn kant gehad. Maar u zat aan de kant om de sociale zekerheid in Nederland af te breken toen u in Rutte 1 zat. Ik ben ook zo eerlijk om dat te zeggen.
Ja, de oplossing, mevrouw de voorzitter, van de heer Roemer is: kom allemaal binnen. De grenzen mogen open. Ik zie ze nog staan, de SP'ers in Almere met zo'n spandoord. Ja, ik begrijp dat u dat heel vervelend vindt dat ik dat zeg, maar er stonden 50, 60 SP'ers in Almere. Met een spandoek. Daar stond geloof ik iemand van GroenLinks na om een gitaar een liedje te spelen. En ze stonden te zingen: kom maar allemaal binnen. Kom maar binnen. En dat kost miljarden, meneer Roemer. Miljarden die we niet kunnen besteden aan de mensen in Nederland. Die we niet kunnen besteden aan de zorg. Die we niet kunnen besteden aan de pensioenen. Handtekening Emiel Roemer, SP. Nou, dank u wel, meneer Roemer. Mevrouw de voorzitter, ik ga door met een bericht van een vrouw uit Ter Apel. Meneer Wilders, gisteren is een kennis van ons lastiggevallen door een vluchteling. Ze ging boodschappen doen en in de winkel werd ze achtervolgd en lastiggevallen. De vluchteling zei de hele tijd: I want to fuck you. Totdat twee mannen met een stevig postuur de vrouw gingen helpen en toen droop de vluchteling af. Mevrouw de voorzitter, iemand die werkt bij de telefooncentrale van het COA. Die mailt: hoi, ik werk bij de telefooncentrale waar de telefoontjes voor het COA binnenkomen. 500 tot 700 per dag. Wij verzorgen ook de telefoontjes voor de beveiliging. De incidenten zijn met geen pen te beschrijven. Overal vluchtelingen die overlast doen. Elke dag meldingen van geweld en rellen. En bijna niets daarvan zie je in de media. Meneer Samson. Voorzitter, wat schrijft u ze terug? Dit zijn bezorgde, boze mensen. Die schrijven u en waarschijnlijk in de hoop dat u een antwoord voor ze heeft. Wat schrijft u ze terug? Ik schrijf ze terug dat ze dit onder andere te danken hebben aan u, meneer Samson. De man van de open grenzen. Samen met uw linkse vriendjes van de SP en helaas ook van de VVD. Die ervoor zorgen dat iedereen zomaar binnen kan komen. Dat de illusie wordt gewekt dat je met een sobere opvang de mensen tegenhoudt. Een opvang die nog steeds 1000 keer luxer is dan in Turkije of in Syrië of waar dan ook. Dus de mensen zullen blijven komen. En de enige oplossing, de enige echte oplossing is zorgen dat die de mensen tegenhouden. Dat we onze grenzen sluiten. Dat we weer grenscontroles invoeren. Wat ook 2/3 van de Nederlanders willen. Dat we de mensen ook niet ons land binnenlaten. Wat ongeveer de helft van de Nederlanders wil. Dat zijn miljoenen mensen, meneer Samson. Miljoenen mensen. Waar u niet naar luistert. Maar waar ik heel trots ben om naar te luisteren. Meneer Samson. Ja, dat vreesde ik al. U schrijft terug dat een ander de schuld is van het probleem. En dat is de PVV in optima forma. Mensen bang maken en anderen de schuld geven. Dat zijn de enige twee dingen die u met een probleem wil. Er zou maar één ding met een probleem moeten doen. En daar zou u aan mee moeten willen werken. Namelijk het oplossen daarvan. Zeker. Hou u op met mensen er bang voor maken en anderen de schuld ervan geven. Schrijft u al die mensen maar mailtjes tot u een ons weegt. Maar gaat u eens nadenken over wat er werkelijk nodig is. Gewoon het probleem oplossen. Ja, voorzitter, dit is het dédain van een sociaaldemocraat anno 2015. Die zegt dat de mensen niet serieus moeten worden genomen met hun vragen. U bent er verantwoordelijk, meneer Samson. U bent 100% voor verantwoordelijk dat u mensen die naar door 6 veilige landen zijn gereisd voordat ze in Nederland kwamen, die dus helemaal geen vluchteling zijn, die gewoon als migrant moeten worden behandeld, dat u die nog gewoon binnenlaat. Het zijn geen vluchtelingen, het zijn migranten. Ze kwamen uit Duitsland, uit Oostenrijk, uit Hongarije, uit Servië, uit Griekenland. Allemaal veilige landen. Daar hadden ze de opvang moeten krijgen, niet hier. En dat u zegt: kom toch maar binnen en we betalen wel. 13.000, alleen al in de maand september. 13.000 zijn er binnengekomen omdat u en meneer Roemer en meneer Pechtold en meneer Zijlstra en meneer Buma allemaal zeggen: kom maar binnen met je knecht. Nou, de PVV zegt niet doen. Voorzitter, een mevrouw uit Houten schrijft: bij ons in Houten is het naast het zwembad van mijn kind een asielzoekerscentrum. En nu komen iedere dag allerlei mannen naar binnen bij het zwembad. Die staan te kijken naar hoe zwemmende kindjes zwemmen van 5 jaar. Ik vind dat eng en misselijkmakend. Meneer Buma. Voorzitter, de heer Wilders noemt een aantal vreselijke voorbeelden op van dingen die gebeuren. En ik vraag me dan af, wat doet de heer Wilders zelf om het op te lossen? Dat is zijn taak hier. Hij noemt het een nep-parlement, maar hij staat hier toch te doen alsof het een echt parlement is. En die taak ligt ook hier. Nou is er het afgelopen jaar een enkele keer van het kabinet een voorstel gekomen om de opvang van asielzoekers makkelijker te maken. Dat is heel weinig geweest. En het enige voorbeeld wat we hebben is een wijziging van de crisis- en herstelwet.
waarbij het makkelijker wordt om zonder verandering van vergunningverleningen grote asielzoekerscentra te vestigen. Dat staat onder de kopje opvangcapaciteit asielzoekers vergroten. Dus november 2014 gewoon voorgehangen en het is 7 september 2015 in het Staatsblad gekomen. Dat is dus wat wij in het parlement echt konden bijdragen. Al of niet akkoord gaan met het verruimen van de opvangmogelijkheid van asielzoekers. Weet de heer Wilders wat hij zelf daarin heeft gedaan? Mevrouw de voorzitter, kan de heer Buma nou echt niks beters verzinnen dan een hemelsnaam de crisis- en herstelwet? Waar bent u in hemelsnaam mee bezig? U bent een van die mensen die ook verantwoordelijk is voor het openzetten van de grenzen. Kom nou niet aan met zo'n wetje en zo'n regel waar we er hier 1000 van per dag ongeveer behandelen. Het gaat erom wat wij hadden moeten doen, meneer Buma, en waar uw partij, het CDA, het ook schandalig laat afweten, is dat we de grenzen moeten sluiten. We moeten zorgen dat die mensen niet ons land binnenkomen. En als die ons land niet binnenkomen, en dat is ons standpunt, hebben wij ook geen asielopvang nodig. En daarom zullen wij dit soort voorstellen niet steunen, omdat we vinden dat ze ons land niet binnen moeten komen. Als je niet binnenkomt, heb je ook geen opvang nodig. Meneer Buma. Het grote probleem is dat de PVV het wel gesteund heeft. Dus tegen al die mensen waar die naartoe geweest is, Purmerend, Almere, met flyers, alsof dat helpt tegen de instroom van vluchtelingen, maar goed, met flyers naar al die steden. Tegen die mensen zegt die kom in verzet tegen het maken, het bouwen van een asielzoekerscentrum in jouw regio. En wat doet hij zelf? Waarschijnlijk let hij hier gewoon helemaal niet op, want hij staat op straat, maar zijn werk waarvoor hij betaald wordt door al die mensen, doet hij niet. Namelijk, het akkoord, wat hij gewoon doet, is akkoord gaan met het wat we straks gaan krijgen, bouwen van grote asielzoekerscentra in de provincies. En ik weet, als ze komen, bent u de eerste om met uw folders klaar te staan. En dan hoop ik dat die mensen beseffen dat dat asielzoekerscentrum, de mede namens de heer Wilders, die zijn werk hier niet gedaan heeft, is gekomen. En dan kunt u gaan blaten wat u wil, maar u wordt betaald om uw werk te doen. En dat werk is uw parlementaire controle en dat doet u niet. Voorzitter, ik doe gewoon mijn werk. En die crisis- en herstelwet, daar staat veel meer in dan dat voorstel wat u zegt. En de crisis- en herstelwet zegt dat je in een bepaalde gevallen inderdaad snelle procedures kan doen. Dat was geen asielwet, dat was een crisis- en herstelwet. Maar ik zeg tegen de heer Buma, en de heer Buma, mevrouw de voorzitter, laat het daar afweten met hoeveel wetten die hier ook naar de interruptiemicrofoon komt. Dat het CDA staat voor open grenzen. Het CDA staat voor duizenden asielzoekers per week naar Nederland, 13.000 in september. En zolang u daar niks aan doet, meneer Buma, verzuimt u uw werk. En dat is veel serieuzer. Meneer Buma, maar dit is toch een totaal démasqué. Want u zegt, ja sorry, het was de crisis- en herstelwet. Ja, dus u kon niet vinden dat er gewoon een heel stuk in staat over opvang, asielzoekers vergroten. Ik bedoel, het CDA kon dat wel lezen. We hebben nu inmiddels 1 zetel meer dan u. U begon met 15, 3 zijn elders in de bankjes verdwenen. U heeft er nog 12. Maar gewoon je werk doen als Kamerlid. U roept nep-parlement, maar er is maar 1 nep-fractie en dat bent u. Voorzitter, het doet ontzettend veel pijn dat de heer Buma geen antwoord heeft op de problemen van vandaag. En dat hij een beetje wild om zich heen gaat slaan met een wet die over veel meer gaat. Over veel meer gaat, zoals heel veel wetten. En dat wij dus uiteindelijk een afweging maken tussen versneldere procedures die nodig zijn en die belangrijk zijn, ook als er een onderdeeltje in zit wat je niet wil en wat iedereen hier doet. Wij doen ons werk. Wij doen afgewogen ons werk. We hebben gezien dat die wet meer voordelen biedt dan nadelen. Maar waar het om gaat, is niet de crisis- en herstelwet, meneer Buma. Waar het om gaat, is dat u ervoor zorgt met uw, ja, u kunt wel lachen naar de interruptiemicrofoon komen, maar het is goed dat Nederlanders dat weten. Dat het CDA van de heer Buma ervoor zorgt dat we hier met open grenzen een asieltsunami krijgen van duizenden, tienduizenden, de komende jaren honderdduizenden moslims die de christenen waarvoor u zegt te staan, als het kan een kopje kleiner zullen maken. Dat is de praktijk. Meneer Buma, ik moet wel een opmerking voor de handeling maken, want iedereen heeft het recht op zijn eigen mening, maar iedereen die in deze Kamer zit, is hier gekozen en is ook gecontroleerd en zit hier als echte leden van de Tweede Kamer. Gaat u gaan. Gaat u gaan met de inzet. Nou, ik vind het netjes dat u mij hierover terecht wijst, maar volgens mij volgens mij hebben we dit debat eerder gehad. En is het toen gepasseerd? Maar dat zal aan mij liggen. Voorzitter, toch heb ik dit nodig. Want ik blijf zeggen dat een fractie, ik zal het woord niet herhalen, want ik volg u.
Maar een fractie, en de heer Wilders kan dat doen wat hij wil. Hij heeft het nu over, wij waren voor de crisis en herstelwet, want er zaten allemaal goede dingen in. Hij weet niet eens waar ik het over heb. Dit gaat over een besluit wat heel recent in de Kamer is geweest, in de tijd dat dit allemaal al speelde. Daar stonden een aantal specifieke wijzigingen in. Daar heeft de PVV niets van gevonden. En dus zijn die wijzigingen ook doorgegaan. Ik denk dat de andere mensen snapten dat dit nodig was en dat de heer Wilders gewoon aan het folderen was en één ding vergat. Alles wat hij hier zegt over iedereen, alle dingen die hij vertelt, tegen die mensen moet hij één ding zeggen. Het asielzoekerscentrum in uw provincie is er mede dankzij de PVV. Nee, mevrouw de voorzitter, want waar de heer Buma aan voorbij gaat, is dat de PVV-fractie zegt nul asielzoekers in Nederland. En op het moment dat je doet wat wij willen, namelijk de grenzen sluiten en niemand komt ons land binnen, dan heb je geen asielzoekerscentrum nodig. En daarvoor gaan wij het land in. Daarvoor gaan wij het land in om de mensen te steunen, om te zorgen dat er geen asielzoekerscentrum in hun gemeente komt. En daarom sta ik hier om iedere keer opnieuw het kabinet en dit parlement te zeggen, stoppen met die asielzoekers, grenzen dicht. En ik zeg u, meneer Buma, als je de grenzen dicht doet, heb je nul asielzoekerscentra nodig. Als je de grenzen open doet, zoals het CDA doet, als je honderdduizenden mensen uitnodigt om naar Nederland te komen, dan heb je die wet nodig. Wij hebben hem niet nodig. Meneer Pechtold. Voorzitter, de heer Wilders zegt nul asielzoekers. Kan hij me vertellen hoeveel asielzoekers er binnenkwamen in 2011? Ja, voorzitter, ik ga geen getallen noemen per jaar. Die quiz doet u maar met iemand anders. Maar ik zeg u dat er vorig jaar, of dit jaar, 40.000, 50.000 asielzoekers dreigen binnen te komen. Dat het alweer naar boven is opgeteld. Nou, 50.000 of 60.000. Dat het getal wat voor volgend jaar in de boeken staat, 2016, die 18.000. Dat al bij lange na niet gehaald wordt. En ik zeg u, meneer Pechtold, dit jaar, in de maand september alleen, 13.000 asielzoekers. Nee, ik mag graag mijn eigen antwoord geven. 13.000 asielzoekers. Als je dat maal 12 doet, heb je 150.000 asielzoekers in één jaar. Als daar twee nareizigers bij komen, heb je bijna 500.000. Als je dat een paar jaar doet, heb je 1 miljoen asielzoekers in Nederland. Dus wat er in 2011 gebeurt is niet relevant. Het gaat erom wat er dit jaar gebeurt, wat er volgend jaar gebeurt. En daar komt heel Nederland tegen een opstand. En dat steunen wij en met alle trots. Meneer Pechtold. Voorzitter, ik hoop niet dat de heer Wilders thuis de huisfinanciën doet, maar dat zijn vrouw dat doet. Want als hij zo kan rekenen, dan zijn ze snel failliet bij de Wilders. Het is de waarheid. Voorzitter, ik stelde een hele simpele vraag. Een hele simpele vraag. In 2011... was de heer Wilders verantwoordelijk voor de asielinstroom in Nederland? Want u ging de coalitie in 2010 in, u holde eruit in 2012. In 2011, hoeveel kwamen er binnen? U zegt nu nul, hoeveel kwamen er onder uw verantwoordelijkheid binnen? Voorzitter, ik ben niet bezig met 2011, ik ben niet bezig met 2012, ik ben niet bezig met 2013. Ik ben geen politicus van het verleden, ik ben een politicus van nu en van de toekomst. Ja, ik ben een politicus van nu en in de toekomst. En ik ga nu het land in om te zorgen dat we die tsunami aan asielzoekers die er aandreigt te komen, en waar wij als PVV ongeveer de enige zijn in dit huis. En kijk maar naar de peilingen, ja, u kunt lachen, hoe dat wordt gewaardeerd. De enige zijn in dit huis die het opkomt voor de mensen, omdat er honderdduizenden aandreigen te komen in Europa, in Nederland, als wij de grenzen openlaten. En dat, meneer Pechtold, wil ik voorkomen. Ja. Meneer Pechtold. Als de heer Wilders hier mag stemmen als Kamerlid, stemt hij voor de Grieken, voor de euro. En als hij dan in de oppositie met zijn eigen partij zit, zijn eenmanspartij, dan zegt hij, kijk eens wat iedereen allemaal fout heeft gedaan. Er was maar één Kamerlid wat ervoor stemde in deze hele tijd. Wilders. 2011. Wilders zit aan de knoppen. Vandaag zegt hij nul. In 2011 16.114 asielzoekers. U heeft er niets aan gedaan. U strooit hier mensen die terecht zich zorgen maken over, ja, er komen mensen binnen. Hoe vangen we dat op? Er zijn mensen die zich daar zorgen om maken omdat ze willen helpen. Er zijn mensen die zorgen maken omdat ze inderdaad op de woningmarkt of de arbeidsmarkten problemen zien. Maar meneer Wilders voorspelt iets. Maar als het op daden aankomt, zit Wilders altijd fout. Niks nul. Toen u aan de macht was, 16.114.
Geen oorlog in Syrië. Normale instroom. U heeft er niets aan gedaan. Ga folderen, man. Ja, mevrouw de voorzitter, dat zal ik zeker gaan doen morgen. En als u het leuk vindt, mag u meekomen. Maar mevrouw de voorzitter, het bevestigt alleen maar mijn verhaal. Ik heb gezegd, nu nul. Nul asielzoekers erin. En die 16.000 van toen, dat dreigen er nu. Heb die, bij die 16.000 van toen, meneer Pechtold. Ja, meneer Pechtold vindt het altijd leuk om mensen uit te lachen vanuit de bankjes. Maar als ik u een serieus antwoord geef, die 16.000 van toen zijn er 100.000 nu. Zijn er 100.000 nu? Worden er 200.000, 300.000 de komende jaren als we de grenzen open laten staan? 100.000, mevrouw de voorzitter. En Nederland wil dat niet. Nederland wil niet 100.000 asielzoekers opvangen waar we miljarden aan moeten besteden. Wat ten koste gaat van ons geld, wat ten koste gaat van onze cultuur, wat ten koste gaat van onze veiligheid. Mensen willen dat niet, meneer Pechtold. Dus de grap, het waren er 16.000 en nu nul? Ja, nu nul. Een hele grote nul. Dat getal moet u kennen. Nul. U bent een grote nul. Voorzitter, 100.000 zegt de heer Wilders, 100.000? Zeker. Als wij de komende jaren het aantal gezinsvormers en aantal gezinsherenigers na de 3-maandstermijn van de nareizigers, als we dat erbij optellen, nou, dat is een simpel sommetje. We hadden in september, mevrouw de voorzitter, 13.000. 13.000, als dat een jaar doorgaat, zijn dat er maal 12, 150.000. Ja, nou, meneer Pechtold, die 13.000 is een getal wat in september is binnengekomen. Dat maal 12 is 150.000. Voorzitter. Daar, ik ben nog bezig met mijn antwoord, daar een partner bij zijn er 300.000. En dat een paar jaar tijd. Kom je aan een miljoen. Ik verzin het niet, dat zijn de cijfers. En u kunt dat ridiculiseren. Nederland heeft daar genoeg van die politici die de andere kant op kijken, die er grappen over maken, die lachwekkend doen over politici die op straat gaan om het voor ze op te nemen. En ik ben trots dat ik morgen niet hier ben, maar daar ben om voor die mensen te knokken, om te zorgen dat er geen asielzoekerscentrum in een stad komt. Voorzitter, de heer Wilders komt me over als een man die in de zomer op een terrasje zit bij 30 graden en zegt, nou, als we dit tot de kerst volhouden, dan kunnen we het hele jaar hier op het terras zitten. Dat zijn niet de feiten, meneer Wilders. De feiten zijn dat de getallen van deze jaren nog ver onder het niveau liggen wat we bijvoorbeeld in 2000 hadden. Toen hadden we 5 aaneengesloten jaren die ver boven het huidig niveau zaten, meneer Wilders. En in het jaar, en dat is mijn punt, het enige jaar dat u verantwoordelijkheid had, belooft u nul en er komen er duizenden. Mevrouw de voorzitter, het is echt complete lariekoek wat de heer Pechtold hier weer tentoonspreidt. We hebben een uitnodiging gezien van de heer Tusk, de president van de Europese Raad, en de minister-president heeft die brief meegestuurd voor dit debat. En de heer Tusk zegt in die brief zelf dat hij verwacht dat er na misschien iets minder mensen in de winter, dat er volgend jaar weer miljoenen mensen aankomen. De voorzitter van de Europese Raad, niet mijn grootste vriend, wel de grootste vriend van de heer Pechtold, zegt dat er nog miljoenen mensen aankomen. De president, de minister-president van Hongarije, heeft het zelfs over 35 miljoen. En hij kan het weten, want zijn grenzen worden nog meer bestormd dan de onze. Dus het verhaal dat er honderdduizenden, dat er in Europa miljoenen, tientallen miljoenen komen, wordt door staatshoofden, wordt door presidenten, wordt dat erkend. En ik wil niet, in tegenstelling tot de heer Pechtold, dat die mensen naar Nederland komen. Wij kunnen dat niet aan. Wij kunnen die islamisering niet aan. Wij kunnen die miljarden beter besteden aan onze eigen mensen. We kunnen die criminaliteit die dat met zich meebrengt niet aan. We kunnen dat niet aan met 600.000 werklozen. We hebben die banen nodig voor onze eigen mensen en niet voor die analfabeten uit het Midden-Oosten die hier naartoe komen. Wij kunnen dat niet aan en wij moeten dat niet doen. En ik knok er hier met mijn fractie iedere dag voor om dat tegen te houden. Meneer Slob. Voorzitter, toch blijft het een belangrijke vraag om ook van... Excuses, meneer Slob. Meneer Zijlstra heeft een punt van orde. Voorzitter, toch even een punt van orde. U sprak straks de heer Buma aan op hetgeen wat hij zei. Ja. De heer Wilders bezigde ook wat. Verwacht ik van u dat u dan ook ingrijpt? Ja, ik heb het al eerder gezegd en ik wil dat ook wel herhalen hier. Elkaar namen toevoegen. Eerder deed u dat, meneer Wilders. Nu doet u dat opnieuw. Scheldwoorden noemen mensen dat die op de publieke tribune hier zitten, bijvoorbeeld uit de schoolklassen. Ik vind dat we dat niet hoeven te doen in dit parlement. Ik herhaal het en het is ook opgenomen in de handelingen. Dank u wel, meneer Zijlstra, dat u mij die gelegenheid heeft geboden. Meneer Slob, uw interruptie.
Voorzitter, de heer Wilders geeft kwalificaties van mensen die hier als asielzoeker naartoe komen. Analfabeten, testosteronbommen en dergelijke kwalificaties. Testosteron. Ja, testosteron, zeker. Maar we weten ook dat het mensen zijn die soms echt reëel gevaar hebben gelopen vanwege hun leven. Mensen die bijvoorbeeld vanwege hun geloof vervolgd werden en hun land hebben verlaten. En de vraag is dus echt ook wel belangrijk om ook van de heer Wilders te horen. Wanneer wel? Wanneer is er wel ruimte voor mensen om ze op te vangen als ze in dergelijke situaties zijn terechtgekomen en met gevaar voor hun eigen leven hun land hebben moeten verlaten? Nou, voorzitter, het antwoord heb ik al een keer eerder gegeven. Ik kan me niet herinneren dat er bijvoorbeeld christenen, dat die worden vervolgd in België of Duitsland. De mensen komen wel allemaal uit België en Duitsland. Dat zijn veilige landen. Ze waren daarvoor zelfs al in Oostenrijk, in Hongarije, in Servië, in Griekenland. Allemaal landen waar ze al veilig waren. Dus het antwoord op uw vraag is, die mensen die moeten wij hier niet toelaten. Niet omdat ik ontken dat ze misschien hebben gevlucht voor bijvoorbeeld hun religie, maar omdat ze al door 6 veilige landen zijn gekomen. En daar hadden ze moeten worden opgevangen. En als ze dat niet doen en ze reizen toch door omdat ze graag van onze verzorgingsstaat gebruik willen maken, dan zeg ik, je bent niet welkom. Dus wanneer wel, niet, nooit, 0 asielzoekers komen nu. En bijvoorbeeld de christenen die uit Syrië zijn gevlucht, die waren al in Griekenland, die waren al in Servië, die waren al in heel veel landen op weg hier naartoe. Daar moeten ze worden opgevangen, niet hier. Meneer Slob. Voorzitter, ik heb in het verkiezingsprogramma van de PVV gelezen dat er in ieder geval 1000 per jaar zouden mogen binnenkomen. Dus dat geldt voor deze periode. Niet. Nu niet. Zouden wij dan meneer Wilders, om gewoon even in uw denken mee te gaan, dan niet bijvoorbeeld heel gericht een bepaalde groepen moeten uitnodigen om naar ons toe te komen als zij reëel gevaar voor hun leven lopen, om ze hier een veilige plek te geven? Valt daar met de PVV over te praten? Nee, nu niet. Nu is het antwoord 0. We kunnen het niet aan. We hebben tot 13.000 alleen al in de maand september. We hebben maandag weken gehad dat er 4.000, ik geloof vorige week 2.500, daarvoor 3.000 per week binnenkomen. Per week. We kunnen ons dat niet permitteren. Er rijden bussen met asielzoekers terwijl ze niet eens weten waar ze moeten slapen, van plek naar plek naar plek. Er worden gemeentes gedwongen, zoals we in Oranje hebben gezien, om tegen hun wilde mensen aan te nemen. Alleen een blinde ziet niet dat Nederland het niet meer aan kan. Dat onze samenleving een keihard nee zegt. Niet omdat de mensen asociaal zijn, niet omdat de mensen vinden dat echte vluchtelingen niet opgevangen moeten worden, maar Nederland kan het niet meer aan. Wij moeten onze grenzen sluiten en we moeten het probleem niet, we kunnen het probleem hier niet oplossen. Het spijt me. Meneer Slob. Voorzitter, dus de heer Wilders wijst altijd naar anderen of hij verwijst naar anderen. Maar zelf iets doen, zelf verantwoordelijkheid nemen, zoals in ons land ook vele duizenden burgers ook gewoon doen als het gaat om de opvang van vluchtelingen waar heel veel vrijwilligers bij betrokken zijn, dan geeft het niet thuis. Ik heb u een paar weken geleden gevraagd, wat doen we dan met mensen die hier nu al zijn, soms al jarenlang? Ik heb u dat meisje genoemd, dat christenmeisje uit Oezbekistan, dat uitgezet dreigt te worden. Mag zij dan blijven, meneer Wilders? Voorzitter, ik heb het hier niet, dat doen we hier nooit, over individuele gevallen. Hoe zielig u ook daarbij kijkt. Maar ik zeg u wel dat 47% van de Nederlanders vindt op dit moment dat het niet meer kan. Dat wij niemand meer moeten toelaten. Dat dat onmogelijk is. Dat we de grenzen moeten sluiten en geen asielzoeker meer moeten toelaten. Niet omdat al die Nederlanders, die miljoenen Nederlanders, asociale mensen zijn, maar omdat ze A, zien dat de mensen al uit veilige landen komen, dat ze B, niet willen dat ons land islamiseert, dat ze C, willen dat de veiligheid in Nederland voorop staat, dat we die miljarden aan onze eigen mensen besteden en dat we het niet meer aankunnen. Nederland zit aan zijn tax. En ik snap er niets van, mevrouw de voorzitter. Ik snap er niets van dat de Kamer en het parlement, dat daar 90% van zegt, kom maar allemaal binnen. En dat wij als PVV als enige zeggen, als enige wat miljoenen Nederlanders omschreven, en die zeggen, genoeg is genoeg. De grenzen moeten dicht. We kunnen het niet meer aan. Hoe kan het nou, mevrouw de voorzitter, dat wij de enige zijn die al die mensen verantwoorden, vertegenwoordigen? Meneer Klaver. Voorzitter, soms vind ik het wel eens beangstigend om te beseffen dat de heer Wilders en ik ook iets delen. Het schijnt namelijk dat onze beide voorouders uit Indonesië komen. En als je dan product bent van migratie, vind ik het knap dat je zo staat te oreren tegen migranten. Ik kan het werkelijk niet bij elkaar brengen. Maar wat ik nog veel erger vind, voorzitter, is dat de heer Wilders het heeft gehad over nep-parlement, dat wij de Nederlandse bevolking niet zouden
vertegenwoordigen. Dat de enige die dat doen, dat de PVV-fractie is. Hoe zit het dan met in de peiling van afgelopen zondag? De heer Wilders wijst daar graag naar. 60% van de mensen die zegt dat de heer Wilders voor tweedeling zorgt. Hoe zit het dan met kinderen op scholen die loonbandjes maken en verkopen om geld op te halen voor vluchtelingen? Hoe zit het dan met de inwoners van Oranje die een barbecue organiseren? Hoe zit het met mensen die in asielzoekerscentra vrijwilligerswerk doen om deze mensen op te vangen? Deze mensen moeten ook vertegenwoordigd, meneer Wilders. En u mag van mij hier het woord voeren. En over al die mensen die zich zorgen maken, mag u namens spreken. Maar dat u het durft, dat u het werkelijk durft om nu weer uw collega's het woord bijna te ontnemen en zeggen, u spreekt niet naar de Nederlandse bevolking, waar haalt u het vandaan? Want als u zegt dat we een nep-parlement zijn, dan zegt u ook eigenlijk dat al die mensen die dat vrijwilligerswerk doen, dat het nep-burgers zijn. En dat is erg. En weet u, we zijn al lang gewend dat u ons beledigt. Het zal allemaal wel één oor in, andere oor uit. Maar u zou excuses moeten aanbieden en aan moeten geven dat u het niet heeft over al die burgers die hun best doen, die proberen het beste van deze situatie te moeten maken. Dat zou u moeten doen. Dat u geen zier geeft over omgangsvormen met uw collega's, het zal. Maar dat zou u moeten doen. Dat is de enige manier waarop u zich nog een beetje kunt redden en kunt laten zien dat u geen nep-democraat bent. Mevrouw de voorzitter, al die mensen die vinden dat er meer asielzoekers mogen komen, ik ontken niet dat die er zijn, die worden hier al door iedereen vertegenwoordigd, behalve de PVV. Het CDA zegt net zoveel de grenzen open als de SP, de Partij van de Arbeid en de VVD. Ik zie geen verschil. Ze willen allemaal de grenzen ophouden. Dus mijn punt is niet dat u niemand vertegenwoordigt. Mijn punt is dat die miljoenen Nederlanders die zeggen grenzen dicht, genoeg is genoeg, dat die niet vertegenwoordigd worden, behalve door de PVV. Wij zijn hier nog geen 10% van het parlement, terwijl bijna 50% van de mensen vindt genoeg is genoeg. En dan is er wat scheef. Dan klopt er iets niet. Dan is de representativiteit van deze Kamer niet evenredig aan wat de mensen in het land vinden. En dan is het zo dat wij ervoor op mogen komen. En dan mag ik inderdaad zeggen, meneer Klaver, dat al die mensen hier de Kamer, de bevolking, niet representeren. Ja, maar voorzitter, dat mag u zeker zeggen. Dan mag ik u een nep-democraat noemen. Ik geef u aan. Er zijn voldoende. Er zijn hartstikke veel mensen in deze samenleving die zien wat de problemen zijn met vluchtelingen. Die zien hoe moeilijk het is om al deze mensen hier op te vangen in het land. Maar die hun uiterste best doen. Kinderen die loonbandjes maken om ze te verkopen, om geld op te halen voor deze vluchtelingen. Die worden hier, moeten ook vertegenwoordigd worden. En daarom moet u niet zeggen, voorzitter, daarom moet de heer Wilders niet zeggen dat het volk niet vertegenwoordigd wordt. Of dat het een nep-parlement is. Want als je dat doet, dan ontneem je je collega's het recht om ook voor deze andere mensen te spreken, om verbinding te zoeken in de samenleving. En herhaal ik het nog een keer, dan ben je wat mij betreft een nep-democraat. Maar ik heb al eerder in dit debat gezegd dat iedereen hier mag zeggen wat hij wil. Maar ik wil voor de handelingen opgemerkt hebben dat we elkaar op woorden moeten bestrijden. Moet u doen, mag u ook doen. Ik geef de heer Wilders zo meteen de gelegenheid om erop te reageren. Maar dat we ons niet hoeven te beperken tot scheldwoorden. Ik geef nu het woord aan de heer Wilders. Voorzitter, ik was bij een meneer die een ervaring had bij een apotheek en die zegt, ik geef het woord aan de heer Wilders. Ja, zucht nog maar een keer. Zo. Punt van orde. U heeft het erover dat hoe we hier elkaar moeten aanspreken, et cetera, et cetera. Ik wil dolgraag mijn woord nep-democraat terugnemen. Wil ik heel dat graag. Dat heb ik u niet gevraagd. Gaat u gaan. Ik zou best dat woord willen terugnemen, hoe ik de heer Wilders zo noem. Maar dan wil ik gelijk oversteken. Moet hij terugnemen dat we een nep-parlement zijn? Eerlijk oversteken. Met mij hoeft hij niet over te steken. De voorzitter had een probleem met uw opmerking, ik niet. Dus ik blijf bij mijn opmerking. En sterker nog, door dat gelijk oversteken ben ik nog meer ervan overtuigd dat wat ik heb gezegd klopt dan daarvoor. Voorzitter, het is een punt van orde. Ik spreek u daarop aan. U spreekt mij aan, de vorige keer heeft u iets laten passeren. U spreekt mij aan om het feit dat ik iemand een nep-democraat noemt, omdat hij het heeft over een nep-parlement. Dat hij zijn collega's eigenlijk het recht ontneemt om het woord te voeren over wat er ook in de samenleving spreekt. Dus als u vindt dat ik hier de verkeerde woorden gebruik, ik wil ze nog best terugnemen. U vroeg niet om, ik bied het u aan. Maar dan zou hij het ook moeten doen. Ik moet helemaal niks en dan helemaal niet van u. Voorzitter, ik ga door. Nogmaals, als een punt van orde, ik spreek u aan, voorzitter. Okay. U spreekt me erop aan. Ik heb het één keer laten passeren. Daarna is het opnieuw gebeurd. Toen heb ik gezegd, deze hobby, daar gaan we niet mee door. Laten we ons beperken tot de inhoud. Het bezig van zulke teksten, heb ik toen gezegd. Laten we dat nou niet doen.
Dat probeer ik als nieuwe norm te verheffen. Er zijn mensen die dat een goed idee vinden. Er zijn mensen die dat geen goed idee vinden. Er zijn heel veel manieren waarop u het debat kunt voeren zonder dat we hoeven te verlagen tot scheldwoord. Dat is het enige wat ik heb gezegd. Verlagen neem ik. Neem ik dan terug, hoeft u mij niet eens te vragen, zonder dat u ze hoeft te gebruiken. Ik neem dat terug. Ik wil graag dat u verder gaat met het debat, maar probeer dat dan op inhoud te doen. Ik geef het woord. Ik wil helemaal dit debat niet met u voeren. Nee, maar, voorzitter, ik doe het. Mijn punt is, ik doe het op inhoud. Ik noem iemand bewust een nepdemocraat, omdat hij ons, omdat de heer Wilders ons allemaal in deze kamer, uw kamer, verwijt